De T7 Longwheelbase bestaat uit 4 modellen voor de Power Command transmissie, 5 modellen voor de Auto Command transmissie. We staan hier bij een T7.220 Power Command met mechanische regelventielen en dan gaan we even dieper op ingaan op deze trekker. Elke T7 is voorzien van een 6,7 liter NEF motor van FPT, een 6-cilinder common rail met SCR-technologie. SCR-technologie betekent een nabehandelingssysteem met AdBlue. Doordat de motor enkel koele, zuivere lucht gaat inademen, krijgen we een hoger rendement van de motor en een lagere motortemperatuur. Als gevolg hebben we een hoger koppel en een hoger vermogen als uitgang. Het belangrijkste voordeel voor u is natuurlijk het lagere brandstofverbruik. We staan nu bij de katalysator, dus het nabehandelingssysteem van de motor. In deze katalysator gaan we AdBlue vernevelen. Deze gaat bij hogere temperaturen de NOx'en omzetten tot stikstofgas en water. De brandstofvuldop en de AdBlue vuldop vinden zich logischerwijze naast elkaar. Het is de bedoeling om per 2 brandstoftankbeurten eenmaal AdBlue te tanken. De brandstoftank bevat 395 liter, de AdBlue 48 liter. We bevinden ons nu in de cabine van de trekker. Hier zien we de 4 bedieningshendels van mechanische afstandsventielen achteraan op de trekker. Deze trekker is voorzien met alle automatische functies die je van een grote trekker verwacht. Zo hebben we automatisch schakelen, kopakkermanagement, inschakeling, voorwielaandrijfkoppeling, differentieel, constant motortoerental programmeren en uitschakelen van de voorasvering. Op deze trekker vinden we ook de maximale hefhoogtebeperking van de fronthef terug. De bediening van de transmissie gebeurt met deze knoppen. Opschakelen en afschakelen. En dan zie je ook onmiddellijk op het scherm wat er gebeurt, in welke versnelling je je bevindt. De fijne afstellingen van de hef bevinden zich onder de armleuning. Zo hebben we de gevoeligheidspotentiometer voor de dieptecontrole, de daalsnelheidsinstelling, maximale hefhoogte en optioneel slipactivatie. Bij de achterkant van de trekker vinden we de 4 mechanische Bosch-ventielen terug die aangesloten zijn op de CCLS-pomp die maar liefst 150 liter per minuut aan olie kan leveren. De 110 mm dikke hefcilinders die een hefvermogen leveren tot 10.500 kilo. En de snelkoppeling van de luchtremmen.